Het seizoen zit er bijna op, maar Stijn Wuitens was liever nog even doorgegaan. De Belgische verdediger is nu eindelijk weer fit. Hij stond bijna het hele seizoen buitenspel vanwege buik- en liesklachten. Het was eigenlijk een blessure die in mijn gedachten niet zo lang zou duren. Alleen, het heeft gewoon veel tijd in beslag genomen om terug pijnvrij te zijn. En nu uiteindelijk ben ik blij dat het gelukt is, dat ik weer gewoon op veld kan staan. Alleen, het zijn wel veel ups en downs geweest. Ja, en hoe ervaar je dat dan, die ups en downs? Ja, je hebt gewoon momenten dat je dan weer een keer mag meedoen. Utrecht, net na de winststop, dan ben je blij en dan denk ik van nu kan ik hem doortrekken. Alleen, dan krijg je weer even een terugslag en dan kan je weer 2-3 weken achteruit. En dat is mentaal wel heel zwaar, zeker omdat het dan zo lang duurt. Toen heb ik het een paar dagen heel moeilijk gehad. Alleen, ik ben wel zo nuchter om dan na die paar dagen ook de knop om te zetten en weer vol vooruit te denken. En dat is wel goed gegaan, alleen dat zijn zeker wel pijnlijke momenten geweest. Ja. Is dat dan pech of heb je daar een andere verklaring voor, dat je regelmatig een terugval hebt gehad? Misschien een beetje een combinatie. Het is moeilijk. Als je lang uit bent, dan mis je ritme, dan mis je bepaalde belasting. Die dan misschien in een training dan net te veel wordt, waardoor je dan net er tegenaan loopt. Ja, dat is allemaal heel dun. Ja, ga je over het randje, ja of nee, net erop. Dus het is een beetje een combinatie, alleen het is gewoon zonde. En dus krijgt AZ de gelegenheid om nog een keer te komen. Dan is het Wuitens die voor 3-3 zorgt. De 29-jarige Wuitens is bezig aan zijn vierde seizoen in Alkmaar. Zijn contract loopt na dit seizoen nog 1 jaar door. Grote vraag is, wat gaat hij doen? Ik heb het hier naar mijn zin. Ik voetbal hier heel graag. Ik heb hier veel aan de club te danken. Misschien wordt het nog een keer buitenland, ver weg. Ja, voorlopig ligt alles nog open. Maar er zal nu toch op korte termijn een moment komen van of je gaat verlengen of je gaat uitkijken naar een andere club? Ja, we hebben al wel een keer samen gezeten. Alleen met mijn blessure is dat natuurlijk wel even allemaal anders gelopen. Maar ik denk wel dat er nu in de nabije toekomst weer in gesprek op de planning staat.